Godverdomme. Ja, leuk is nu, ik heb zulke goede loot dat ik niet eens weet wat ik moet droppen. Ja, wat heb ik allemaal? Ja, oké, okay, ik heb nu gewoon een AR. Een shotgun. Welke AR? Een gouden compact SMG. Een gouden RPG. Twee big shields. Ja, er liggen bij me liggen ook nog twee minis. Er liggen ook nog een gouden handcannon. Ik zou die handcannon switchen voor SMG. En... Nee, ja, maar die SMG neem ik mee, man. Toch? Ik weet niet. Je kunt met een deagle één keer poef en dan met een shotgun bap en zo. Terwijl ja, je met de SMG kan je een beetje sprayen. Ja, je hebt trouwens wel gelijk, man. Nou, het is uw idee. Niet altijd naar mij luisteren, hoor. Ja, maar je hebt wel gelijk. I'm not the Fortnite master hier. Ja, ik toch ook niet. Dan vraag ik het liever aan Aprix, wat hij ervan denkt. Maar het zijn allebei goud, of niet? Ja. Nou, dan zou ik voor de handkannon gaan. Ik moest nu een paarse handkannon en een rode pinati, ja, dan kunnen we een rode pinati eens nemen. En dan zie je wel wat je gaat krijgen dan. Hè. Bij de cookies naar retail vast, hè. Ik doe dat niet vaak, maar soms wel. Het lukt mij ook niet zo silly. Ik blijf ook maar op 8 punten steken nu. Ik heb hier 2 minis. Boven, maar die ene met de bos was. Die ene met die bos die heeft mij maar één keer hit, dat is al. Die is fucking slecht, man. Kijk, ik neem big shields mee. Die is kut, ja. Sowieso gaat het toch zeker ene mens naar rieten. Sowieso. Daar loop ik zeker nog in. Voilà, waar zei ik u? In retail, man. Oh, ik ga het juist niet halen. Ik landde helemaal verkeerd. Ook goed. Ik kan letterlijk rap gekild worden nu. Ah, het ene wat ik heb is een assault rifle. Ik weet eigenlijk niet waar hij heen is geland. Geef me eens een shotgun, jij. Ja, jij. Oh, geen. Dat is niet leuk, ik heb geen. Dat is niet eerlijk, ik heb geen. Ik weet ook niet echt waar ik ging landen. Oh, cadeautje. Oh, ik heb een idee. Jesus Christ, ik heb geen shotgun. Ah, oh, big shield, godverdomme. Ik heb ook een lift to go, voor moest het gevaarlijk worden. Heb ik nu iemand terug of ben ik aan het dromen? Ik weet niet wat die dude is. Ik weet wel dat iemand was, maar waar was die? Oké, dat is duidelijk, hij is al sinds hier. Het probleem is, ik heb geen shotgun. Goddammit. Misschien moet ik. Wat gaat die kerel doen? Die schijnt daar naar boven. Wel stinkbombs, dat ging ik misschien wel doen. Ik wil eigenlijk naar die kist doen. Laat hij dat kistje nou staan? Dit wordt een stom idee. Maar ik heb geen keus, ik moet een shot nemen. Hij ziet me niet. SMG.
Ik weet dat het enige land is. The first show yourself, bitch. Wat een language, man. Weet dat hij de beste loot heeft en ik de slechtste loot. Waar zit die kill nu? Ik heb iemand voor 104 gehit met een deagle op afstand. Ah, en ik wil iemand voor afstand taggen, maar... De vraag is waar is die dude naartoe gaan. Dat is er precies ook. Wat de heck? Waar is hij dan naartoe? Oh, is hij mij aan het zoeken? Heb ik alweer een present tot first? Ik snap niet, hij is hier nice te bespeuren, die keel. Duurt te lang, jongen. Vertrouwt niet. Straks komt hij achter mij verder. Waar is die dude dan naartoe? Ah, ik word nerveus. Ik wil deze eerst gekillt hebben, dan voel ik me veiliger. Ik kan niet dat hij al dood is. Zit hij letterlijk te campen, maar ja, dan nog, dan moet hij straks move. Oh, vliegtuig, are you kidding me? Ik snap er niks van. Ik snap er niks van, joh. Ik snap er niks van. Dan een doos of zo. En daar heb ik van de hoogte. Oh, de storm. Fuck, nee. Dat meen je niet. Ah. Stomme storm, waarom? Kutstorm. Dat is wat ik zo'n hekel heb aan die storm, hè. Fucking hell, nu heb ik 6 damage voor niks af. Oh, kut, klote storm. What the fuck? Ik weet niet of iemand thuis. Ik zie een kist, maar ik weet niet. Ja, wees. Komt de ene met een vliegtuig naar school. Ik ben nog zien. Bla bla. Die vliegtuigen moeten toch ook dringend het spel een beetje. Ik heb ook niet de beste loot hebben.
Deze kerel heeft zoveel geluk, jongen. Zoveel geluk. Dikke bultfight. Ik hit een paar keer. Hij ontloopt net mijn trap, jongen. Echt net. Ja, kut liefde. Maar de game houdt niet van. Dat is wel duidelijk. Het kan niet zijn dat die in is. Maar zo rustig dat die alles is, hoor. Beetje te rustig. Ja, ik moet een beetje kills maken. Kom, retail, hop. Trouwens, dus ik ben naar retail geweest. Was enig land. En nu was de Nesmith bekend. Ik was hier letterlijk aan het zoeken, hè, maar ik vond hem niet. Die is gewoon. Die heeft ofwel de benen genomen, ofwel weet ik niet wat hij deed. Wat ook. Ja, ik snap het ook niet. Die is letterlijk weg. Ik weet wel dat er super veel mensen in Rieten zitten nu. En dat iemand een shotgun heeft. En ik weet ook ben alweer. Oh. Dat weet ik. Oh. Jawel. Ja. Op mijn scherm stond hij hoger als ik. Dus ik dacht, oké, ik kan wel gelijk die shot nemen, want hij op mij, ja, dat is precies andersom. Stop met spray, man. Stik erin, man. Nog verder naar achter. Dan pushen, hij is super loading, hè. Kijk hier, hij is in het open. Netjes, jongen. Kijk jij toch? Het enige wat hij kon hebben was een beetje shield. Ja, toch, het ene wat zijn beste wapen was, was een scar. Oh. Die stond gewoon te campen omdat hij zelf niet genoeg had. Holy moly. Ik wou eigenlijk een trap plaatsen, maar ja, ik weet niet. Misschien zit er ook in. Medkit, joh. Oké, oké. Ik kan geen rift pakken nu. Toch niet met dit. Maar het heeft wel mijn hout gekost. Miade. Oh, please, ik moet de top 10 halen, dan krijg ik 2 punten. Dan laat ik nu niet sterven, hè. Je moet het dus ook halen. Ik wil de top 10 halen. Fuck, zo ga ik het niet halen. Even mij zien, want ik zie hem al kruipen naar mij toe. Zie? Even. Ik wist het gewoon. Nou, ik had het misschien beter wel naar Rift niet meer gepakt. Dan kan ik toch niet tegen wie, hij zit fucking hoog. Ik zie hem niet, fuck.
Maar hij moet toch naar beneden komen, die kerel. Die kerel moet toch naar beneden komen, hoes. Hij moet toch naar beneden komen. Oh, nee, hij moet niet naar beneden komen, of niet? Nee, hij moet niet naar beneden komen, fuck. Dan ook, ik duik nu een sniper shot. Zijn hier mensen geland? Hij is al gekild, hij is gesniped geweest. Kill is gekild, want ik zie het ook. Fuck man. Ik wil heel graag zijn loot, want dan heb ik ook een sniper. Fucking hell. Dat wordt dan ook nog een snipe ding. Oh my god. Please, come on, kill dat ding. Niemand kon ook die loot al. Yes, ik heb de 2 punten, oké. Okay, boeien, ik ga zijn loot al. Dat is zo oneerlijk, hè, die heeft high ground. Bij mij klokken naar mij toe. Zal dat lukken, denk ik? Ik weet niet. Ik wil hem proberen lokken naar mij toe. Kom aan, spring hier op. Please, wat je ook doet, spring hier op. Mij is er eraf gaan. Hij heeft zo'n ding gemaakt. Lekker een skirmish, dat is zo slim. Oh, fucking money, man. Oeh. Fucking hell. Nee, het is een pump. Goed, zijn pump. Come on, dude. Pump. Oh, fucking moly. Nee. Godverdomme. Oh, fuck die. Ja, nee, niet zo makkers. Fucking hell. Zit er nog een? Bij mij, man. Waar ik dat doe. Ja, je hebt meer punten dan mij. Oké. Misschien al, je wordt steeds beter. Kan ik dat ook zo makker? Ik denk dat ik dat niet kan of wat? Hier zit ook een kotje. Fucking hell. Zo kut hier. Het voelt precies lekker skirmish aan. Fucking hell. Ik ga dit niet halen, joh. Je een lounge pad of iets? Nou ja, toch. Nou, daar wordt ook al voor. Godverdomme, ik voel me precies in skirmish mode. In principe die helemaal bovenop die berg, die kan gewoon doodvallen. Wacht, die zal gewoon zitten. Ja jong. Daar haal ik toch nooit, hè. Die keel komt natuurlijk al.
Nee, ik zag hem niet goed. Ah. Had ik hem gekild, kreeg ik 11 punten. Ah. Moest ik hem zijn, zou ik die boom eens wel. Jesus Christ, man. Nu heeft hij de voordeel. Well, ik wist echt niet wat ik moest doen, hè. So. Jesus Christ, man. Ik heb nog geen ervaring met zoiets. Met zo die skirmishes stijl zo. Allee, ik oefen een beetje op me. Moet je zien, zie hoe dat hij doet. Hij haalt hem naar beneden. Hij heeft gelukkig de grab met die keel. Ik zal die dan ook naar beneden, joh. Zie man. Allemaal om de stomp te overleven. Ik zal die ene die boven wegschieten, want wanneer je daarop staat en dan eraf schieten. Zie je? Voilà, nu heeft hij een kill. Maar nu moet hij zelf oppassen dat hij zelf niet wordt gekild. Nee? Nou kijk, nu gaat hij gekild. Waarom deed hij dat? Oh, ik ging naar beneden, lift hem. Oké. Okay. Never mind. Waarom sprong je, what the fuck, waarom sprong je naar beneden? Oh, ik vroeg me ook. Jesus Christ. Ik ga weer starten, maar ik ben blij met mijn 2 punten extra. Oh, ik denk dat ik het al weet. Waarschijnlijk wou je een loungepad plaatsen, maar was plaatsen die loungepad niet ofzo. Dat heb ik ook een keer gehad. Maar ik ga gewoon terug.